Thank you.
Goedenavond iedereen. Het is altijd heel speciaal om te praten voor een lege zaal. Maar het is ook niet de eerste keer dat het moet gebeuren, dus stilaan beginnen tot een nieuwe normaal te worden. Wij zijn eerst en vooral gezegd dat we eigenlijk heel blij zijn dat we hier vandaag kunnen staan. Dit concert en zowel de cd die we uitbrengen vandaag, die zijn eigenlijk al heel lang gepland. En dat is natuurlijk door corona al een heel aantal keer allemaal een jaar ondertussen vertraging opgekomen. En eigenlijk hadden we gehoopt dat vandaag de dag dat er toch al publiek binnen ging mogen, dat we een echt concert gingen kunnen spelen. Helaas is dat nog altijd niet het geval, maar we zijn toch heel blij dat we dankzij Motus for Jazz een livestream voor jullie kunnen doen en onze muziek al kunnen voorstellen aan jullie. Ik ga ook even het cd'tje erbij halen. Die kunnen jullie vanaf vandaag kopen op Bandcamp via iscan.bandcamp.com en dan kom je erop uit voor de cd te kopen. Ik ga ook al onmiddellijk even de muzikanten voorstellen aan de saxofoon, Sam Comerford. Aan de drums, Simon Raman. En aan contrabas, Annelijn Beumen. Geert Hendricks. We zijn begonnen met The Lesser. Daarna zijn we verder gegaan met Oil on Canvas. En dan gaan we nu verder met More Contemplative. En ik moet ook even een gitaarwissel doen daarvoor.
Thank you.
Bedankt iedereen. We gaan al stilaan door naar ons laatste nummer van de set. Ik zou nog heel graag in het eerste geval de muzikanten nog eens willen bedanken. Ik ga ze nog eens voorstellen aan de saxofoon, Sam Comerford. Aan de drums, Simon Raman. En aan de bas, Anneleen Beume. Dan zou ik nog heel graag Motus for Jazz en de mensen van de Academiezaal willen bedanken voor dit mogelijk te maken, want het staat al heel lang op de agenda, maar we zijn toch blij, al is het via een livestream, dat we hier kunnen staan en onze muziek eindelijk na een jaar wachten naar buiten kunnen brengen. Vergeet ook zeker onze cd niet te kopen als jullie ons willen steunen en zotte waren van de muziek op iscan.bandcamp.com kunnen jullie hem kopen. Liefst fysiek ook. Dat is een iets grotere steun. Dan ga ik doorgaan naar het laatste nummer en dat heet Forlorn.
Thank you.